Op heeft het me toch wel lastig gemaakt. Er zijn een aantal Pokémon die bijna kapot waren en zo. Ik moet hem wel een paar kudo's geven. Op maakt het me voor het eerst dit avontuur toch echt heel lastig. Yo, Nintendo fans! Welkom bij een nieuwe Nuzlocke video. Ik was vergeten mijn mic aan te zetten, dus ik heb een klein stukje gespeeld, maar ik heb eigenlijk alleen nog deze guy verslagen. Want we moeten nu richting Oleana en daarvoor moeten we 3 keer deze gast met die donkere zonnebril gaan verslaan, want die gast die heeft de sleutel. Hij had een Galarian Meowth en een Durant. Durant is wel nice, althans de Pokémon zelf niet nice, maar zijn typing is nice. Het is namelijk een Bug en een Steel-type Pokémon, waardoor hij maar 1 weakness heeft en dat is vuur. Ja, en die hebben wij dus precies niet. Hallo, heb jij nog meer Pokémon? Voordat we verder gaan doen, was een blauw duimpje omhoog, jongens. En vergeet niet te abonneren. Hè. Daar help je mij super erg mee. En dan ga ik deze Mawiles kont even proberen te schoppen. Ik ben benieuwd of dat lukt met Brick Break, jongens. Bam! Nou, niet in 1 keer in ieder geval. Hij doet een crunch. Doet ook lekker geen pijn tegen mij. We gaan tot nu toe heel lekker, jongens. Er zijn maar 3 Pokémon down in heel deze Nuzlocke Challenge. Het doet elke keer wat pijn als er een Pokémon down gaat. Ik ben blij dat er in de vorige battle tegen Hop geen Pokémon down gaat. Het wordt nu wel echt oprecht iets moeilijker. De Pokémon van mijn tegenstanders, die worden hogere levels. Ze kennen bijzonderdere aanvallen. Dus ja, we moeten rekening houden met verrassingen. Maar voorlopig gaat dit nog wel lekker met Brick Break. Mijn Rillaboom is wel echt super nice. Dat is mijn steun en mijn toeverlaat. En Persecutor, die is level 54. Dat is ook een heerlijke Pokémon. En natuurlijk de rest van mijn team ook. Alleen Slowpoke, hè? Ja, die kan ik dus nog steeds niet evalueren. Daarvoor moet ik naar de Isle of Armor. Maar hij zal het waard zijn. Hoop ik. Kijk, nu is die dude zich aan het verstoppen hier in een telefoonhokje. Geef me je sleutel gewoon, Erik. Oeh, een Ferroseed. Ferroseed is nice. Vooral zijn evolutie is nice. Ik weet niet of Brick Break trouwens super effectief is. Waarschijnlijk ga ik ook damage pakken van hem. Omdat hij waarschijnlijk, ja, hij heeft Iron Barbs. Dus dat doet mij ook damage, zijn ability. Super nice Pokémonnetje. Maar hij is wel down. En dan nu een Steelix. Nou, die moeten we ook wel kunnen pakken. Althans, dat hoop ik. Straks kent hij opeens een vuuraanval, die gekke Steelix. Ik ben wel bang hoor. Ik begin wel steeds onzekerder te worden eigenlijk. In ieder geval is Brick Break super effectief. Dus als dit genoeg werkt, dan is het gewoon klaar. Ja hoor, ja hoor, ja hoor. Heerlijk. Ja, we moeten nu dus heel veel tegen Steel-type Pokémon. Ook als we straks de toren in moeten. Dus we moeten gewoon eigenlijk Rillaboom gaan gebruiken. En er komen duo battles aan. En dan moeten we... Oh nee, dat is met Hop, die duo battles. Dat is wel jammer dat het met Hop is. Dat kan echt serieus voor problemen gaan zorgen. Nu ik erover nadenk, dit wordt best wel een lastige aflevering, denk ik. Want Oleana is ook niet de makkelijkste, jongens. Jongens, wacht nou even. Dit is allemaal leuk en aardig, maar ik heb nog potions nodig. Ik moet nog eerst potions kopen, vrienden. Waarom gaan we gelijk hier naartoe? Piers, ik weet dat je dit allemaal heel goed bedoelt, vriend. Maar ik heb nog potions nodig. Ik heb nog maar 4 hyper potions en that's it. Kan ik misschien wat uit die automaten trekken daar? Kijk hem nou staan, joh, met zijn fans. Ah, nee, we gaan gelijk naar boven. Oh, nee, nu moeten we dit dus gaan doen met 4 potions? Daar word ik niet blij van. Kan ik nou echt niet meer terug? Ja, kijk, ik kan gewoon terug. Je moet nooit risico's nemen in een Nuzlocke Challenge, jongens. Dat is les 1. Oh, wacht even. Ik had ook Max Potions gekocht. Oké, nu ben ik er klaar voor. Ja, nu gaan we de liften, jongens, en dan battelen tegen al deze gekke Pokémon. Dit is een Durantje. Hey, mijn Pokémon zijn ineens geheeld. Ik dacht echt dat mijn Pokémon al lang geheeld zouden zijn. Ik krijg een Iron Head op mijn bakkes. Ik ga even switchen, want als hij nu een bug aanval doet, dan heb ik straks een probleem. Even naar Heliolis, jongens. Special defense is behoorlijk naar beneden, oké. Maar what about my special attack? Is die ook behoorlijk naar beneden? Nee, jongen. Doei, Durant. Oké, let's go, Hop. We gaan met Hop naar de top. Van de toren. Laat het horen. Oké, dag. Oké, tot zover mijn epische rap skills. Ja, ik vind het helemaal niet chill. Ik ben hier helemaal niet gerust op. Ik moet duo battles gaan doen. Met Hop. Kijk, we moeten nu tegen Bronzong en Cuffunt. En dan heeft hij een dubbel. Waar je echt niks aan hebt. Ik heb gelukkig Brick Break. Oh, oké. Ik had beter eerst voor die Cuffunt kunnen gaan, denk ik. Kijk, die gaat nu voor Iron Head op dubbel. Kijk eens hoeveel damage dat doet. Bronzong die gaat voor Safeguard. Oké, eerst Cuffunt dan maar. Want daar heb ik wel een super effective move op. Hoppakee, die is weg. Duo battles met Hop zijn nooit chill. Want wat als de tegenstanders allebei vol voor mij gaan en Hop gaat niet aanvallen? Weet je, dan hebben we echt een probleem. Als Hop voor die poepmoves gaat, dan kunnen we echt problemen krijgen. Gelukkig vallen ze nu alleen maar Hop aan. Ik ga wel even drum beating proberen. Dus even kijken wat dat doet dan. Mijn sterkste aanval. Ja, is not very effective. Hoppie, jij mag het afmaken. Heel goed. Body slam, lekker.
Dus tenminste een klein beetje damage. En bronzongetje is weg. Oké, dan. Rillaboom is al op level 56. En zijn special defense en zijn special attack, die gaan niet echt mee met de rest van zijn stats. Slowpoke naar level 53, ja. Attack en defense zijn oké, de rest is zeer matig. Ik had misschien toch maar moeten wisselen. Misschien hadden jullie toch gelijk, jongens. Hadden we dan toch één keer in het team moeten doen. En Malamar moeten krijgen. Ik denk het wel. Ik denk dat jullie gelijk hebben. Nou, maar misschien, jongens, dat ik na deze aflevering wel naar de Isle of Armor durf. Want dan is Rillaboom in ieder geval level 56, level 57 misschien wel. En dan kunnen we die wilde Pokémon van level 60 wel aan. Dus dan kunnen we daar items gaan zoeken voor Slowpoke om die te evalueren. Oké, Clang en Mawile. Dat zijn de volgende twee. Eerst maar eens even op Clang, want daar heb ik super effective moves op. Maar we slopen hem niet in één keer. Dubbel, wat ga jij doen? Jij gaat voor Mawile? Oké, nu wordt het spannend. Maar Mawile is paralyzed. Lekker. Oh, kijk, die gaat zichzelf alleen maar boosten qua speed. Dus dat is helemaal top. Deze trainertjes, ik weet niet, man. Tot nu toe kunnen ze er nog niet echt iets van. Ze hadden dit veel beter kunnen doen dan wat ze tot nu toe doen. Er komt een Iron Head op Dubwool. En dan gaat Clang nu kapot. Clang, Clang. Bam! Kapot. Ik vind het toch spannend, jongens. Vergeet niet dat duimpje omhoog te doen als jij dit ook spannend vindt. Want er hoeft maar één ding fout te gaan, hè. Dat is het hele ding. Er hoeft maar één ding fout te gaan en we hebben problemen. Maar Mawile gaat weer voor Dubwool. Tot nu toe wordt alleen Dubwool maar aangevallen. Ik heb het gevoel dat ik wel wat geluk heb tot nu toe. Hoppakee. Dubwool pakt een reversal. Maar Mawile, die leeft nog. Nu krijgt... Nou, weer Dubwool een Iron Head. Ik geloof dat je die Dubwool niet meer mag gebruiken in deze Nuzlocke Challenge. Hop. Corviknight dan maar. Oh, ik mis hem gewoon. Oké, we missen hem allebei. Wat? Waarom missen we hem allebei? Hoe groot is de kans dat wij allebei onze aanval missen? Ik zou zeggen dat kan gewoon niet. Maar het kan blijkbaar wel in de wereld van Pokémon. Nou ja, dan duurt het een extra beurt. Laters, Mawile. Volgens mij hebben wij nu de laatste duo battle. En ik ben benieuwd tegen wie dat was. Volgens mij was dit wel de lastigste van de drie battles. Tegen Steelix en Stunfisky. Nou, Steelix moet in ieder geval goed komen. Die heb ik al vaker in één keer verslagen. Oh, oké. Ik liep iets te hard van stapel. Dubbel gaat alleen maar voor die freaking body slam. Jongens, daar hebben we toch niks aan. Stunfisk gaat voor bounce. Kijk, dit is een ding, hè. Dit is een flying attack. Als die op mij doet, dan heb ik een probleem. Rock Slide maakt niet zoveel uit. Maar ik verwacht ook niet dat die Stunfisk mij met één bounce gaat slopen. Dat geloof ik nooit van mijn leven. Dat kan niet. Dus we maken deze Steelix gewoon kapot met Rillaboom. En dan gaan we even afwachten wat die Stunfisk doet. Ja, daar komt hij. Bounce op wie? Op mij. Is super effective. Maar kijk. Dit overleven we gewoon. Ik ben wel paralyzed. Dat vind ik dan weer minder leuk. Want als hij nou weer bounce doet, dan kan ik hem niet raken. Hij is ook paralyzed. Lekker. Dan ben ik alsnog sneller. Nice. Lekker gedaan, Dubwool. Hij gaat toch weer freaking bouncen. En dat doet hij toch weer op mij. Dubwool is nu gewoon het snelste van ons drie. Omdat we allebei paralyzed zijn. Maar het is gedaan met Stunfisk. Stunfisky is ook weg. Oké. We hebben deze duo battles overleefd, guys. Dikke doei, jongens. Maar nu komt er een battle. Ik moet namelijk tegen Oleana en ik heb even gekeken. Die heeft best een aardig team. Ik moet me hierop voorbereiden, anders gaat dit helemaal fout. Ze lijkt zo rustig, hè. Maar ze is volledig gestrest. Ze heeft al 300 jaar niet geslapen. Daar gaan we tegen Oleana. En Oleana begint met Frostlass. En die Frostlass is level 50, hè, jongens. Het is de eerste level 50 Pokémon waar wij tegen moeten. En Frostlass begint met Will-O-Wisp op mijn Persecutor. Dat vind ik niet zo cool, want mijn Persecutor is nu gelijk geburnt. Ik doe een Iron Head, want die is super effective. Steel tegen ijs. Oleana wordt gek ondertussen. En ik hoop maar dat deze Frostlass niet nog een vuuraanval kent. Frostlass doet nu Hex. Oef. Ja, dat doet meer damage op Pokémon die een status condition hebben. Dus dat burnen, dat zorgt ervoor dat dit extra pijn doet volgens mij. Frostlass is down, maar kijk eens hoe dit ging, hè. Kijk hoe dit ging. Mijn Persecutor is er ook bijna geweest. Dan nu, Salazzle. Daar heb ik één oplossing voor en dat is Diggersby. Jongens, ik vind dit echt een super spannende battle. Ik hoop maar dat er geen Pokémon down gaat. Dat zou echt super pijnlijk zijn. Earthquake is 4 keer super effective. Hij doet Poison Gas, maar hij mist mij. Dat is super chill. Dat is super chill. Ik hoop dat we hem in één keer slopen. Ik denk het wel. Salazzle was in één keer down, want die had een 4 keer weakness tegen ground. Dit was de makkelijkste tot nu toe in deze battle. Diggersby gaat naar 55, Heliolisk naar 54. Oké dan. Lekker Heliolisk. Dan nu, Milotic. Dan zat ik te twijfelen tussen Rillaboom. Omdat ik misschien Rillaboom straks nog full HP misschien ergens anders wel kan gebruiken. Of toch Heliolisk. Maar ik ben toch maar voor Rillaboom gegaan. We gaan toch maar voor hopelijk zekerheid met Drumbeating. Drumbeating, supersterk aanval. Ik moet ze gewoon one-shotten, jongens. Let's go, Milotic.
Ja, lekker. Die is ook down. Heerlijk. We houden een full HP Rillaboom, jongens. Dat is belangrijk. Dat is heel belangrijk. Berserker gaat naar level 55. Maar die kunnen we deze battle niet meer echt gebruiken. Dan nu, Serena. Voor grastype Pokémon hebben we nu natuurlijk Glalie. En dan is het maar te hopen dat Glalie goed genoeg is. Het is tijd om jezelf te bewijzen, Glalie. Het is tijd dat je bewijst dat je plek in het team waard bent. Ik ga voor Ice Fang. Daarmee kunnen we haar bevriezen. Of flinchen. En het gebeurt geen van beide. Serena gaat voor Acrobatics. Dat doet ook wel veel pijn. Maar we zouden dit moeten kunnen redden met Glalie. Let's go, let's go, let's go. Oh, we doen weer niet flinchen. Dat is jammer. Acrobatics doet veel pijn. En ik ga nu voor Bite, jongens. Want Bite heeft 100% accuracy. En Ice Fang 95. En het zou ons maar gebeuren dat we nu missen. Let's go. We gaan voor Bite. Hiermee moeten we Serena sowieso raken. En dit af kunnen maken. Lekker gedaan, Glalie. Serena is voor jou. Heel goed gedaan. Oké dan. En nu krijgen we Garbodor. En Garbodor gaat G-maxen. Nou, we hebben Diggersby nog. We hebben Heliolis nog. We hebben Slowpoke nog. En Rillaboom op full HP. Nou is Garbodor natuurlijk een poison type. Dus Rillaboom lijkt me niet slim. Garbodor kent ook een grondaanval. Dus dan gaat Heliolis ook kapot. Ik denk dat we voor Diggersby moeten gaan. Let's do this, jongens. Deze Garbodor is super sterk volgens mij. Ik ben nerveus. Ik wil niet dat Diggersby down gaat. Anders moeten we Gastrodon in het team gaan doen. En die moeten we dan ook even echt gaan trainen. We gaan voor Max Quake, jongens. Ik moet wel Dynamaxen. Ik dacht nog, misschien moet ik Super Fang doen. Want dan haal ik de helft van de HP van Garbodor sowieso weg. Maar als ik niet ga Dynamaxen en hij wel. En hij slaat mij. Dan heb ik een probleem. Het wordt Dynamax tegen Dynamax. Nou, het wordt Dynamax tegen Gigantamax. Want daar is de Garbodor met allemaal speelgoed in zich. Deze gigantische vuilnisbelt is level 52, hè. 52. Is intens hoor, jongens. Is heel intens. Maar, oh, we slopen hem in één keer met deze grondaanval. Het is namelijk een critical hit. Hij is in één keer kapot. Ja! Lekker! Oh, het lukt weer zonder Pokémon te verliezen, jongens. Het lukt weer gewoon. Oh, man. Rillaboom naar 57. Glalie naar 52. Oh, jemig. Gelukkig is ons team toch redelijk uitgebalanceerd. Waardoor we heel vaak toch wel een goede counter hebben. En kijk, jongens. Diggersby sloopt gewoon weer keihard twee Pokémon hier, hè. Salazzle en G-Max Garbodor zijn gewoon gesloopt door Diggersby. Diggersby is een baas. En Oleana is klaar. En ze zegt gefeliciteerd dat je gewonnen hebt, maar je kan toch niks meer doen. Nou, dat zullen wij nog wel eens zien. Maar Chairman Rose die voelt natuurlijk weer wat in zijn schild. En Leon is het er niet mee eens. En we laten Chairman Rose met rust. En dat hadden we beter niet kunnen doen. Maar wat daar de reden van is, dat zie je natuurlijk in de volgende aflevering doen. Blauw duimpje omhoog, omdat we Oleana hebben genakt. Vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En wil je me live zien gamen, volg me op twitch.tv/Rickatoo. En dan zie ik je daar, of gewoon bij de volgende video. Mazzel!